Hallo, hallo lieve mensen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Planet Coaster. En ja, de mensen verschijnen als geest hier voor mijn beeldscherm. En dat mag ook wel, want dit wordt een horror pretparkje. Genaamd Grusel Egg. En in dit park gaan we dus een aantal attracties bezoeken. Een funhuis, een achtbaan en ik geloof nog een flat ride. Nou ja, dat belooft veel goeds. Ik heb sowieso dit jaar eigenlijk weinig Halloween parken gezien op Planet Coaster. Dus dan in deze maand is het uiteraard wel de hoogste tijd om dan zo'n parkje te gaan bezoeken. Ja, dit park is gemaakt door Chrissy en het was dus een Halloween contest voor... Waar was het ook weer voor? Even kijken, staat het voor Random Planco. Die had dus een wedstrijd gemaakt en dan moest je dus een soort van klein pretparkje maken. Een klein Halloween pretparkje eigenlijk. En dit heeft hij dus gemaakt, in elkaar gezet en die gaan we dus nu bezoeken. Wil je dit park zelf bezoeken? Dat kan natuurlijk. Vul dan even Grusel Egg in de workshop. En dan moet dat helemaal goed komen. Ja, en hier is ook gelijk de ingang met allemaal van die hele enge pompoenen die me aankijken. Waar ik ook kijk, elke pompoen die houdt me in de gaten. En hier zien we een trap naar boven, samen met de monteur. Nou, er loopt genoeg personeel rond. En hier zien we dan die achtbaan die hier elk moment voorbij kan scheuren. Jeetje, wat een teaming. Ik vind het nou al hartstikke tof. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik ben fan van spookhuizen in het echt. Maar ook in Planet Coaster. Want je kan het zo gruwelijk leuk aankleden. Zie je ook deze muren. Het is gewoon heel simpel. Maar toch al die vines erop, al die boomstronken. Al die pompoenen die je nog steeds aankijken. Jeetje, vanaf het begin al. En zo leuk aangekleed allemaal. Ik weet niet wat hier is. Ik zie een deur. Hallo, mevrouw, wat kwam u hier doen? Ik ga even kijken, want wat ziet hierachter dan? Oh, kijk nou. Huh? Hallo, dit is wel even schrikken, ja. Wat zijn jullie aan het doen hier? Oh, mensen aan het bang maken. Goed, dat begrijp ik. Ik laat jullie je ding doen. Helemaal dikke prima. We lopen nog even door en boven mij... Ja, wanneer komt die achtbaan nog langs, joh? Of het heeft gewoon een rukcapaciteit of hij staat nog op gesloten. Hij staat op... Oh, komt ook net voorbij. Heel toevallig. Nou, dat is dus de achtbaan. Dan zijn we nog op zoek naar het funhuis, want je hebt niet echt een funhuis in het spel. Dus dat zal misschien op een hele leuke, creatieve, custom manier zijn gebouwd. En hier hebben we ook nog... Wacht even. Ben ik nou een rondje gaan lopen of zijn er twee ingangen? Ja, wacht even. Dit is een andere ingang. Mensen kunnen dus via twee manieren het park binnenkomen. We lopen eigenlijk even een groot rondje. Dan gaan we verder lopen. Daar nog steeds de achtbaan. De achtbaan staat sowieso centraal in het park. Maar ik was eigenlijk benieuwd naar de rest van de attracties. Maar daar komen we snel genoeg achter. We komen hier op een verdieping hoger. En jeetje. Oké, ja, hier wil ik niet te lang blijven. Laat me gewoon doorlopen. En volgens mij hebben we nu officieel een rondje gemaakt. Nou ja, dan is het tijd om de ingang te zoeken. We zien daar Veer. Is dit niet een funhuis? Ik ga even kijken. Oh, wacht eens even. Ik zie ook een computertje. En het betekent dus, als ik dat computertje activeer... dan start er dus misschien wel een show of een voorshow of wat dan ook... Maar het ziet er wel heel tof uit. Laat ik het gewoon aanklikken. Zo. Gewoon op play klikken. De display sequencer. En dan zou er iets moeten gebeuren. Ik zie lampjes. Ze knipperen. Misschien gaat ook dat skeletje daar bovenop het plafond in één keer tot leven komen. Maar we krijgen wel een beetje een soort Villa Volta hype. Oh, kijk nou. Ze zijn aan het proosten. Hallo, levende lol. Nou ja, wat er ook aan leven nog in zit natuurlijk. Lang leven de gezelligheid. Oh, de deur gaat open. Maar... Oh, oké, hallo. Ik loop me hier gewoon door. Jeetje, wat een schedels. En wat een pompoenen. Oké, nou hier moet je sowieso een klein beetje doorheen gaan lopen. En hallo meneer, mevrouw, wat u ook mag voorstellen, monster. Dit ziet er wel heel tof uit, maar dit is sowieso het funhuis. Met ook, het beweegt allemaal. Wat een timing. Wat een timing. De larve wordt geroosterd door een bliksemschicht. En ik heb daar helemaal geen trek in. Ik wil dat helemaal niet. Ga weg met je larven. We lopen door. En hier beweegt ook van alles. Oh jee. Ontwijk de spinnenpoten uit de boekenkasten. Oh, dag, hallo, gezellig. Leuk dat u er bent. Hartstikke mooi. En wat is dit dan? Een soort ballenbak? En dan moeten we hier naar buiten, maar... Oké. Je komt uit de ballenbak en via de trap ga je dan naar buiten toe. En wat is dit dan weer? Is dit een doolhof? Oh jee, je kan elke kant op. Wel origineel. Daar gaan we sowieso niet naartoe. De deur is nog steeds geopend en misschien heeft dat te maken met die sequencer. Dat je binnen een bepaalde tijd naar buiten moet lopen. Maar we komen nu eigenlijk nog steeds... We zijn nog niet klaar. We zijn nog steeds in dat huis. Trap naar beneden. En hier zie ik een bordje. Staat er een exit op? Ja, Ausgang. Ja, het is een Duitse maker die dit heeft gemaakt, dit park. Nou, dat was het funhuis. Ontzettend leuk gedaan. Nu alleen nog een flat ride en natuurlijk de achtbaan. En aangezien de achtbaan daar
richting het station gaat, denk ik, moeten we hier ook op zoek gaan naar een stationsgebouw. Of in ieder geval de wachtrij. Dit is dan de uitgang of is het de ingang? Uitgang, ja. Dan zou hier toch wel ergens een ingang moeten zijn. Ja, kijk, ingang. Dan moeten we hier naartoe. Dag mevrouw. Ja, leuk dat u net ook even zegt van... Hé, hier is de achtbaan, vriend. Maar dat maakt niet uit. Ik heb het nu gevonden. En ook een hele leuke aangeklede wachtrij. We gaan langzaam naar boven. En er staat al een klein beetje een wachtrij hier. Leuke stoet aan mensen. Hallo. Ja, ik heb een VIP-pasje natuurlijk. Dat is een very infected person natuurlijk. Hè? Dat snap je wel. En dan gaan we hier instappen. Oh, ik ben toch wel benieuwd. Deze achtbaan heet Evil... En we zitten er klaar voor. Althans, ja, ik zit er zeker klaar voor. Zit ik nou vooraan of is dit voor mij een tweede trein? Ja, dus de tweede trein. Oké, nou, onder mijn facecam. Je kan het niet allemaal zien, want mijn facecam staat er. Mijn grote hoofd staat ervoor. Maar ik zal proberen het een beetje voor te lezen wat er allemaal is. Oh, ik ben eruit Wacht even, dit gaat even niet goed. Wacht. Oké, nu gaat het goed. Zo. De lengte van de baan is 535 meter. Een maximale snelheid van 67 km per uur. Gemiddeld 19 km per uur. De grootste drop is 13 meter. En de G-krachten zijn minimaal min 4,75. Heeft 3 inversies. Oh, nou, dat belooft veel soeps. He, dat is allemaal mooi gedaan met die belichting trouwens. Maar dit is de allereerste inversie. Leuk begin. En we blijven nog een beetje tempo erin houden. En wat een details in deze attractie. Zelfs de ondersteuning is met een soort van kettingen vastgemaakt aan de grond. Heel apart. Leuk gedaan. Met een snelle lifthill zijn we hier op het hoogste punt. En gaan we genieten van, ja, waarschijnlijk nu 67 km per uur. Wow! Wow! Wat gebeurt hier nou allemaal? Ik krijg een beetje lost gravity gevoel af en toe op bepaalde momenten. Dit is toch wel een sappig baantje, toch? Laten we dit gewoon mals en sappig noemen. En de deurtje. En wauw! Een kort maar krachtige rit. En we komen met de noodgang komen op het andere treintje in één keer. Maar ja, een baanlengte van 535 meter, dat is natuurlijk niet heel erg lang. En je ziet ook hoe compact deze baan is. Prachtig in elkaar gezet. Heel mooi. Wat een leuke rit. En nu heb ik die grote koepel gezien hier zo. En nu zegt mijn gevoel dat daar misschien wel een flat ride in kan zitten. Dat moet toch eigenlijk wel? Ja, daar is die. Oh, kijk dan. Dit is wel heel gaaf gedaan, zeg. Dit is heel mooi. Nou, sowieso even een ritje maken natuurlijk in deze attractie. Als... Wacht even, lukt het wel om dit te selecteren? Ik kom niet eens in de attractie terecht. Wat is dit nou weer? Nou, ik mag geen ritje... Ik weet niet wat dit is. Ik probeer te klikken, zoals je kan zien, maar ik selecteer de bezoekers. Wat is dit nou weer? Nu heb ik hem verwijderd. Nou ja, goed, ik weet het allemaal niet. Ik kan de attractie gewoon even niet selecteren. En of het nou door de custom aankleding komt, dat weet ik niet. Nou ja, op zich is het ook niet heel belangrijk, zo'n flat ride... Toch? Hallo? Is het gelukt daar binnen in die deur? Ja, je bent bevrijd. Oké, nou helemaal goed. Dit was het project. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vind het nog steeds ontzettend jammer dat er weinig spookparkjes zijn. Vooral dit soort parkjes zijn natuurlijk hartstikke leuk om te doen. En vooral die details ook aan de bovenkant. Al die huisjes, al die details op de huizen ook. Ik vind het heel mooi. Ik heb hier nog helemaal niet goed naar gekeken, maar overal waar je kijkt zie je wel de kleinste details... Heel erg netjes gedaan. En mocht je nou nog een heel leuk Halloween parkje weten... Laat het weten in de comments. Dan ga ik hem in ieder geval bezoeken. En dan... er zat even een skelet vast in mijn keel gelopen. Een pompoen, want we hebben er genoeg gezien vandaag. En laat het weten in de comments. En dan gaan we hem waarschijnlijk wel opnemen. Lijkt me leuk. Tot de volgende keer. Doeg!